Hallo, daar zijn we weer op de derde dag van het glazenhuis hier in Prinsenbeek. En we gaan even kijken hoe het gaat met deze mannen en vrouwen hierachter. Hè? Want van ver af zien ze er goed uit, maar hoe is het ook van binnen? Is dat allemaal nog goed? En houden ze het nog vol? Zeg, goedemorgen Margo. Goedemorgen, middag is het toch? Middag. Ja, maar volgens mij heb jij net geslapen toch? Dat klopt, ja. Maar... Een beetje nog kunnen slapen of is het echt heel lastig? Nee, ik heb nou een lang blok gehad van 6 uur. Dus, 7 uur, ja. Dat is wel lekker volgens mij dan. Dat had ik even nodig, ja, ja, ja. En heb je ook echt 6 uur geslapen of was het gewoon eronder? Ik heb een soort biologische klok om camera mensen voor te zijn. Die mij dan niet kunnen wekken. Dus ik was net een uurtje van tevoren wakker. Oké, nou. Twee draaien en om 1 uur was ik wakker. Nou, dat is op zich ook wel fijn. Dan even nog even lekker naliggen. Zeg, maar hoe gaat het verder met je? Hou je het een beetje vol? Hoe zijn de shakes? De shakes zijn uitermate goed. Ik heb nog steeds geen hongergevoel. Ik heb zelfs het idee dat ik al die slanker ben. Maar, Ja, die shakes die zijn eigenlijk best lekker. En die vullen eigenlijk ook best goed. Het enige is wel dat je af en toe zoiets hebt van iets vasts in je maag zou ook wel fijn zijn. Het is nou af en toe zo'n klots. En zijn er nou bepaalde plaatjes die nou het meeste voorbij komen? Of waar jij het meeste zoiets hebt van ja, superleuk dat die ook een keer voorbij komt? Ja, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Zeker na 11 uur, 12 uur als we hier stoppen. Heel veel bouwclubjes zijn aan het bouwen nu op de bouwadressen. Dus als ze dan een beetje klaar zijn met bouwen, dan worden heel veel carnavalsplaten aangevraagd. Dus in de nacht wordt veel Nederlandstalig gedraaid, maar dat is wel leuk. Nou, je krijgt dan s'avonds en s'nachts de meest gekke nummers gaan dan aangevraagd worden. Dan kun je merken dat de mensen redelijk onder invloed gaan raken. En dan krijg je toch wel apartere nummers. Ja. En heb je dan een goed voorbeeld daarvan? Een heel mooi voorbeeld vind ik dan wel Bert en Ernie. Dus ja, dat soort nummers. Ja. Dus dit is eigenlijk best wel een goede aanrader als je een keer wil afvallen of... Nou, dat kan ik je waarschijnlijk maandag vertellen. Oké, nou dan gaan we dat maandag vragen. dat is goed. Heb je ook van tevoren even op de weegschaal gestaan? Ik vergeten. Dat wilde ik eigenlijk wel. Ik dacht van, nou, ik ben wel benieuwd hè, wat het dan met je doet. Maar dat ben ik helaas vergeten. Kunnen we niet kijken of we ergens een weegschaal kunnen jatten en die dan hier neerzetten? Dat die getalletjes op tv laten zien zeker? Niet op tv hoor. Nee. Nee, alleen radio, toch? Oh, dat moet ik gaan zeggen. Ja, dat is ook leuk. Oh mijn god. Nou, regel maar een weegschaal. Ik vind het prima. Nou, we gaan kijken of we ergens een weegschaal kunnen regelen. Dankjewel.